Met 9 mensen die op 9 verschillende manieren op zijn berichten gereageerd hebben. Maar de uitkomst is bij iedereen hetzelfde. Namelijk dat hij toch los zijn goesting deed. Dat hij toch bleef verder gaan. Hij weet dat je je niet op je gemak voelt en weet dat je het niet leuk vindt en doet toch door. In de documentaire over de zaak rond Bart de Pauw vertellen 8 vrouwen hun verhaal. Precies een week geleden laat de VRT weten dat de 3-delige reeks voorlopig niet wordt uitgezonden. Enkele dagen later wordt duidelijk dat gedelegeerd bestuurder Frederik Dallaplas dat doet omdat Bart de Pauw gesprekken wil opstarten met de slachtoffers. Maar ondertussen halen honderden mensen uit de cultuursector in een open brief hard uit naar het uitstel. Onder meer VRT-presentatrices Fien Germijns en Gloria Monseret ondertekenen die brief, net als actrice Veerle Bates. Het is voor ons onaanvaardbaar dat in een televisielandschap 1 iemand klaarblijkelijk de macht kan hebben om omwille van vage redenen de uitzending van een belangrijk document over grensoverschrijdend gedrag in datzelfde landschap uit te stellen en wie weet zelfs gewoon te annuleren. Vanmorgen maakt de VRT een grote bocht. Ze zal de reeks toch uitzenden en Dallaplas biedt zijn excuses aan. We dachten dat we daarmee een klimaat creëerden dat het mogelijk maakte om toenadering tussen die partijen te gaan organiseren. Dat is achteraf gebleken een inschattingsfout geweest, want we hebben exact het omgekeerde geoogst van wat we beoogden. En het is ons intussen ook duidelijk dat het net met het wel uitzenden is van de reeks dat we dat serene klimaat kunnen gaan creëren. Laat me duidelijk zijn, VRT staat aan de kant van de slachtoffers van machtsmisbruik en van grensoverschrijdend gedrag, vandaag en morgen. We gaan daar niks aan veranderen. Voor tv-maker Sarah van Deurzen, die de open brief heeft ondertekend, zijn de excuses aanvaard. Er is niemand die wil monddood gemaakt worden. En het kwam zo'n beetje over, denk ik. Het zal misschien niet de bedoeling zijn geweest, maar het is een beetje fout overgekomen. Dus ik denk dat de VRT absoluut een heel goede beslissing heeft genomen. Iedereen maakt fouten en de excuses zijn bij deze, wat mij betreft, aanvaard. Fatma Taspinar, ja, we hoorden Frederik Dallaplas zeggen ik heb een inschattingsfout gemaakt, maar er zijn toch wel wat vragen bij te stellen, denk ik. Hè. Kon dit protest of die kritiek die er kwam op zijn beslissing niet voorzien worden? Want deze hele zaak gaat er net over, dat vrouwen niet durfden te spreken, dat ze het zwijgen werd opgelegd en nu lijkt de VRT het op hetzelfde te hebben gedaan. Laten we zeggen, Annelies, dat de hele affaire geen schoonheidsprijs zal winnen. Hè, en dat de VRT-top dat nu ook beseft en dat toegeeft en afkomt met excuses in een persbericht vanochtend. Dat persbericht kwam er na een heel woelige week waarbij er heel wat maatschappelijke beroering was ontstaan. Naast die excuses komen er ook wat meer uitleg over de hele zaak door Frederik Dallaplas. We hoorden de topman ook al zeggen in het verslag dat de VRT-top altijd dacht dat er gesprekken waren tussen Bart de Pauw en de vrouwen in deze hele zaak. Dat zij dachten dat er na 6,5 jaar, dat die hele zaak is losgebarsten, dat er eindelijk excuses zaten aan te komen en dat zij dan hebben beslist om die excuses niet te verstoren door die VRT-documentaire uit te zenden. Dat was het idee. Dat was een zware inschattingsfout, klinkt het nu inderdaad bij Frederik Dallaplas. En ook opvallend, de CEO geeft ook toe dat de vrouwen in de zaak sneller en beter betrokken hadden moeten worden bij deze hele affaire, want zij waren niet op de hoogte. Ja, de partijen in deze zaak, die vrouwen die het slachtoffer waren en ook Bart de Pauw, hebben zij al gereageerd? Wel, de vrouwen en hun advocaten die willen uitdrukkelijk niet reageren. Ook Bart de Pauw en zijn advocaten die hebben nog niet gereageerd. Zij hebben vorige week wel bevestigd dat er effectief contact is opgenomen met meester Mussen, dat is de advocaat van die vrouwen. Hij heeft vorige week gebeld en nadien ook een mail gestuurd naar Christine Mussen, Bart de Pauw, dat hij gesprekken wil opstarten om dan nadien te komen tot excuses naar die vrouwen toe. Hij vraagt in zijn mail ook hoe dat allemaal in zijn werk kan gaan, hoe dat aangepakt kan worden. Maar opvallend, die timing. Begin vorige week klonk het nog dat de excuses nakend waren, dat de gesprekken al aan de gang waren. Maar de eerste stappen zouden dus pas op vrijdag zijn gezet, volgens onze informatie. Na de beslissing dus om die docu uit te stellen. Ja, maar ze wordt nu toch uitgezonden. Er zijn ook die excuses. We hoorden het mea culpa van Frederik Dallaplas. Is daarmee de kous af of komt er nog een staartje aan voor de VRT-top?
Wellicht wel, hè. Vooral intern is er ook heel wat wrevel ontstaan. Bijna alle bonden van de VRT die hebben zeer scherp gereageerd. Volgens hen heeft de Laplace solo slim gespeeld. Ze distancieren zich ook van zijn excuses. Ze zeggen niet de VRT is uit de bocht gegaan, alleen de topman is uit de bocht gegaan. En ze zeggen dat hij alle geloofwaardigheid heeft verloren. Daarnaast volgt er wellicht ook nog een politiek staartje, Annelies. Verschillende politici van zowel de meerderheid als de oppositie, ja, die hebben nog altijd heel veel vragen bij de manier waarop dit allemaal is aangepakt. Zij willen die vragen natuurlijk ook kunnen stellen. Eerst zullen ze dat doen in de commissie media aan de bevoegde minister Dalle. Dat zal donderdag al zijn wellicht. En wellicht op een later moment zal ook Frederik de Laplace gehoord worden door die commissie media. En zullen daar dus ook nog heel wat vragen naar boven komen. Interessant, gaan we zeker opvolgen. Dankjewel, Fatma. Ja, verschillende Vlaamse parlementsleden stellen zich dus ernstige vragen bij de manier waarop de Laplace de hele zaak heeft aangepakt. Minister van Media Dalle zegt dat hij er goed aan gedaan heeft om terug te komen op zijn eerdere beslissing. Het proces dat niemand wou, die documentaire, dat is een bijzonder indrukwekkend stuk. Dat het verdient ook om gezien en gehoord te worden. Ik denk dat dat een verstandige beslissing is om gewoon het zendschema toe te passen zoals ook voorzien was en het inderdaad uit te zenden. Maar dit had misschien wel anders aangepakt kunnen worden? Wel, de gedelegeerd bestuurder heeft inderdaad gezegd dat daar een inschattingsfout is gebeurd. Hij heeft zijn verontschuldigingen ook daarvoor aangeboden. Ik denk dat dat een heel belangrijk signaal is om aan te geven dat de slachtoffers ook centraal staan, dat de betrokken vrouwen centraal staan. En een terecht signaal ook? Ik denk dat dat een terecht signaal is. Ja. Ik heb ook van in het begin aangegeven, als het gaat over schuldinzicht, als het gaat over verontschuldigingen, moet het standpunt van de slachtoffers en van de getroffen vrouwen centraal staan. En dat is ook het signaal dat vandaag dan gegeven wordt.